Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi heeft zijn middagdutje al gedaan. En hij heeft vrij lang geslapen, moet ik zeggen. Maar ja, dat heeft mij de kans gegeven om dingen te doen. Hè? Ja, je hebt lang geslapen, vent. Ja, ga erbij zitten. Nou, wat wil je zeggen? Oh, oké. Okay. En toen? En toen? Kiki, 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 kiki. Jij hebt een volle luier, hè? En een draadje aan je broek hangen. Ja. Oh, ja, mama gaat jouw luier verschonen een soepje geven. Is dat goed? Denk het wel. Ik zit heel even een minuutje op de bank. Ik heb van alles gedaan. Jordi gaat vanavond naar mijn ouders toe voor een weekendje. Zodat wij bezig kunnen gaan met zijn nieuwe kamer. En dat ik ook van alles in huis nog kan doen. En mijn ouders zijn dus onderweg hierheen. Ik heb het eten al in zoverre helemaal klaar. Jordi die is lekker aan het spelen. En aan het oefenen. En hij is nog steeds een beetje chagrijnig. Maar dat is niet erg. Ja. Oh. En ja, dadelijk nog een paar spulletjes pakken die ik nog nodig heb. Zodat wanneer ik bijvoorbeeld tandje gepoetst heb, dan kan ik het in een zakje doen en meegeven. Dus ja. En Niels komt zo thuis. Ja, wat is er? Nou, dit doet hij dus eigenlijk de hele tijd een beetje zeuren. Dat heeft ook echt mee te maken dat hij gewoon echt last heeft van zijn buikje. Maar volgende week donderdag, dan mag hij gelukkig weer. En mijn ouders zijn op de hoogte van hoe en wat. Dus, en als er iets is, dan bellen ze. Dus het is niet zo dat ik zomaar Jordi meegeef met iemand die niks kan of zo. Of, dus ja. Ze bellen me gewoon op als er iets aan de hand is. Maar ja, ik moet ook eraan denken dat we gewoon weg moeten klussen en doen. En ja, dus dan moet ik heel even gewoon de tijd voor nemen. Maar goed, ik ga heel eventjes een andere broek aantrekken. Want die kleine die zit zo erg te drammen en te doen. Oh. Ik heb misschien iets te veel gedaan vandaag. Maar ja, het zij zo. Zo, Jordi is met mijn ouders mee. We hebben hier gegeten en alles. En ik moest ook spulletjes pakken en dat soort dingen allemaal. Dus ik heb er allemaal geen tijd voor gehad om te filmen. Maar hij is met een vol buikje is hij met mijn ouders meegegaan. En nu zijn ze naar huis aan het rijden. En dan hoop ik dat hij dadelijk een keer in de auto voor hun in slaap valt. En Niels is al boven bezig. Want moet toch aan die kamer wat gedaan worden. En ik zit even op de bank even rustig. Maar Niels is druk bezig.
Een hele goede middag. Ja, het is middag. Ik ben al de hele tijd bezig geweest met van alles en nog wat. Niels is ook de hele tijd bezig geweest met van alles en nog wat. Jordi is natuurlijk bij mijn ouders. Dat gaat verder gewoon goed. Ik ben straks ook met Bianca eventjes weg geweest. Want Milo is niet aankomende week, maar die week erop jarig. En hij krijgt van ons altijd verjaardagskleertjes. En die hebben we ook even gehaald. En daar zijn we goed voor geslaagd. Dus Milo is ook weer lekker verwend. En niet aankomende week, maar die week erop zullen jullie Milo wel gaan zien met zijn verjaardagskleertjes. Nee, volgende week zaterdag volgens mij. In ieder geval daar ergens, rond die koers. Maar ik ben met van alles bezig. Ik ben onder andere mijn zwangerschapskoffer aan het inruimen en was aan het doen en van alles en nog wat. Dus zo blijven we bezig. Ik ga nu heel eventjes wat eten en dan ga ik weer door. Daar zitten we dan, gedoucht en wel. Ja, ik stonk, zei je. Ja, ik vond hem nogal stinken. Maar wat heb je allemaal gedaan vandaag? Geklust en geklust en geklust. Ja, precies. Morgen gaat hij de vloer afmaken, toch? Mm-hmm. De eerste twee rijen planken liggen er al in. Ja, want het was eventjes schoonmaken nog en alles erop en eraan. Mm-hmm. Dus daar gaat ook wel werk in zitten. Ik heb alvast wat kleedjes uitgewassen. Maatje 50, 56. En wat dingen nog allemaal gedaan vandaag. En Jordi heeft een hele leuke tijd bij opa en oma. En daar gaan jullie nu filmpjes van zien. Haalt de oma met stapzuigen. Is Jordi wakker? Hallo Jordi? Hallo Jordi? Hi. Hallo. Is Jordi wakker? Ja, is die goed geslapen? Ja, het is zo goed geslapen. Hè? Zullen we eens naar onder gaan? Ja, dan gaan we naar onder. We gaan niet klaar. Ik word in de diep. Maar Robin was al zet toe. Maar voor even denk something. Ik heb geprobeerd erop te komen zitten. Ja. Heel op en om op de bank klimmen. So you're saying that Robin changed her mind about writing you up because what she saw is amazing? Yeah.
Met opa spelen. Wij gaan zo ons bedje opzoeken, want morgenochtend is weer vroegdag. Ja, dat is een mooie tijd ook. Dus ja, Jordi heeft zoals jullie konden zien een hele leuke tijd gehad. Of heeft een hele leuke tijd momenteel nog bij mijn ouders. Is goed, slaapt hij nu ook. Ik heb niks gehoord, dus het zal goed zijn. En ja, morgen weer een drukke dag voor ons twee. Ja. Welterusten allemaal. Een hele goede morgen, ongeveer. We hebben al het een en ander gedaan vandaag. Niels die... We zijn nou net naar de winkel geweest. We hebben van alles nog bij de bouwmarkt gehaald. En Niels is aan het rijden. Ik ga nou heel eventjes bij een vriend van ons de bus ophalen. Want die mochten we even lenen. Zodat Niels droog staat met zagen. En alles. Dus ja. En dan ga ik weer verder in huis. En Niels gaat weer verder in huis. Ja, een vloedje leggen. Toch? En ja, Jordi is nog steeds bij mijn ouders. Het gaat allemaal goed met hem. Dus ja, we gaan gewoon weer verder. Het busje komt zo. Inmiddels is Jordi alweer thuis. Waar ben je? Oh, daar is hij. En Jordi heeft al zijn tandje gepoetst en mijn ouders hebben hier mee gegeten. En die zijn nu net naar huis. En mijn moeder had nog wat dingetjes gefilmd. Die gaan jullie nu zien. Jordi, Jordi moet wakker worden, hè? Ja. Jordi wil nog niet zo wakker worden. Nee. Jordi had vannacht lekker een beetje liggen spoken, hè? Ja. Ja. Hè? Kom je opstaan? Ben je wakker? Ja. Ja. Goedemiddag. Hey, slaap uit. Heb Jordi de slaap uit? Ja. Heb Jordi de slaap uit? Nog niet helemaal. Hè? Heb Jordi de slaap uit? Jordi? Jordi. Ja. Hallo? Hallo? Ah, eindelijk. Huh? Ga je met opa mee? Ga je met opa mee? Ja, opa, je zult hem even op moeten tellen. We gaan weer naar papa en mama toe. Ja. Straks doe ik eventjes een stukje filmen van de kamer zoals hij nu is. Zo hoe ver Niels is gekomen. En ik ben ondertussen heel veel met was bezig geweest. En van alles in huis gedaan. En ik ga er dadelijk nog eventjes mee verder. Jordi moet dadelijk lekker zijn bedje in. Nou, Jordi ligt lekker te slapen. Heerlijk, al de hele avond. De vloer ligt erin. Ja. Ik zou het eigenlijk filmen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dat doe ik morgen heel eventjes. Dus die komt in een nieuwe ups en down. Het ziet er nou ook niet uit, want het ligt in mijn volle rommel. Ja, dat klopt. Maar goed, wij gaan deze ups en down afsluiten. We hebben een druk weekendje gehad. En op naar een nieuwe week. Welterusten allemaal.